Wat we nodig hebben is een veranderingsnood. Hetzelfde was mij ooit eens overkomen. Dagelijks waar mijn hart van pijn moest overlopen. Maar het kwam tot een eind toen ik Jezus had aangenomen. Wat God voor mij kan doen, kan hij ook voor jou. Voel je daarom niet alleen en sta niet langer in de kou. De wereld gaat voorbij, dus accepteer Jezus gauw. Jezus komt terug en hij wil dat we klaar moeten staan. Want hij komt ons allen voor eeuwig naar de hemel te gaan. I have a maker. He formed my heart. Ik zal het gebed voor u doen, Vader in de hemel. Voordat ik met dit programma begin, Vader, laat ik alle dingen in uw handen, Vader. Laat de mensen begrijpen waarover het gaat, Almachtige God, Vader in de hemel. Maak uw ogen open dat u het kunnen zien en kunnen begrijpen waarover ik het heb, Vader. Waarover de Bijbel schrijft. Vader, ik laat dit hele programma in uw handen in de naam van Jezus. Apoku is een mensspirit, is een geest die vrouwen verstoort en relatie verstoort en buikpijn en noem maar op. Is een zwarte man die in een slaap komt en die het wil delen met de man die je getrouwd bent of met de man die je samen woont. En dat was voor mij een hele grote moeilijke tijd. Want hoe moest ik dan nou gaan begrijpen wie die Apoku is en hoe moest ik hem daar weer verwijderen? En hij kwam duidelijk in mijn slaap en hij gebruikte me gewoon als zoals een man of vrouw gebruikt. Ik zag vaak werd ik, kreeg ik omgang met een man in mijn droom. Het was soms iemand die ik ken en soms kende ik de persoon helemaal niet, een donkere heer. Dus het was verschillend. Weet u, het was gewoon vreselijk. Die Apoku is vreselijk. Hij is vreselijk. Hij is echt een man. En hij kwam gewoon 's avonds gewoon gemeenschap met me hebben. Dus als een slang. Maar soms zag ik hem als ik 's middags sliep, gewoon als een lange zwarte man voor mijn deur staan. Ik zeg nee, dit moet ophouden. Want het was geen leven. Geen man bleef bij je. Ik zat jarenlang met een probleem. Dat ik heb last in mijn droom, krijg ik aanval. Seks in mijn droom met een geestelijke man. En het is heel heftig. Soms denk je gewoon zelfmoord te plegen. En wat bedoelt u met een geestelijke man? Ja, in Suriname zeggen wij Apoku. Apoku is een geest die woont in het bos. Die gebruikt vrouwen. Ik denk dat ik ben niet de enige Surinaamse vrouw die heeft last van zoiets. Dus wij zeggen in Suriname Apoku. Man Apoku, ik gebruik je als vrouw. Dus ik trouw met jou geestelijk. Gebruik jou dat je kan geen mannen vinden in je leven. Dus je bent alleen maar bestemd voor hem alleen. Dat is die geestelijke. De Apoku heeft dan toestemming. Hij heeft me genomen. Ik ben met hem gehuwd. En geestelijk, op een afgodische manier. Je bent ons met die Apoku gehuwd. Ja, en... Wie zei je dat, de boneman? Ja, dus ik, hij moest de Apoku toestemming vragen. En mijn familie hebben me dan aan hem gegeven. En hij was een man. Een man Apoku. Ik weet niet, ze hebben me bepaalde dingen uitgelegd, want ik wist er niks van. Je mag één ding weten. Geen enkel man gaat zomaar een relatie met je kunnen hebben. Want je bent helemaal van mij. Dat is die Apoku, hij stuurt mannen weg. Apoku was. Dat is sowieso dat je geen man kan vinden. Je blijft niet met één man. Je moet andere mannen hebben. Als één grap maakt of zo, was hij weg. Je blijft nooit met een man wat deze macht doet. Die stoot alle mannen van je af. Ze krijgen plotseling gewoon... Krijgen ze een afkeer van je dat ze niet meer willen of zo. Dus dat is wat deze macht doet. Dat je gewoon zo moet blijven zonder een man. Ongelukkig. En dat is deze man. En neemt gewoon volledig plaats. Alsof hij de man is van jou. Wanneer die demon komt, voel je ook wat. En het is geen droom, dat wil ik u zeggen. Het gebeurt werkelijk. De geestelijke man jou, zeg maar, in jouw droom seksueel misbruikt. Wat voelt u dan als u wakker bent? Chagrijnig, boos. Alleen maar domme dingen, soms je denkt om voor zelfmoord te plegen. Want zo'n vieze vuile man komt naast je liggen en je wordt wakker. Wanneer u droomt dat die demon komt en hij maakt gebruik van u, dan gebeurt het daadwerkelijk. Bent u een beetje bij?
En dat is zijn werk, die apoku. Hij doet het. Net als iemand verkracht een vrouw, een man verkracht een vrouw. Maar dat kan je zien, maar deze kan je niet zien. En het werkt gewoon in je geest. Dus je kan gewoon gek worden van zoiets. Of zelfmoord plegen. En wat maakt me nog zo bang dat er is geen medicijn voor dit. Ik moet met zoiets leren leven. Maar ik geloof niks van. En hij gaat zo ver. Dat wij periode hadden dat we niet in onze bed konden slapen. Want hij werd van de bed afgeworpen. En op een gegeven moment werd mijn man, ex-man dan bang. Want hij dacht van, goh, jij duwt me niet van de bed af. Maar het is de macht, het is die apoko gewoon, die hem van de bed af duwde. Kun je niet vertellen naar hoeveel bonumans ik ben gegaan? Ik ben naar zoveel bonumans gegaan. Ik heb van alles gedaan. Dus die man toen me mee te komen zeggen van, heb je dit niet geprobeerd, dat niet geprobeerd. Maar die bedraggeld die ik moest betalen, is bijna 3000 euro heb ik kwijt. Om mezelf, ik zoek genezing. Want niemand kan voelen wat ik voel. Alleen God weet het. Dus zelf mijn familie die vond het, dat ik ja, de hele tijd loop ik naar Bonuma. Dit dat ze weten niet wat ik zoek in Bonuma. Maar niemand begrijpt me, ik weet wat ik voel. Dus ik ben daar gegaan, heeft alles voor mij gedaan wat hij kon doen voor mij. En ik ben teruggekomen. En toen ben ik teruggekomen, is die probleem nog heftig geworden. Dus nadat u naar de voorloopriest geweest bent, ja, heeft u het gevoel dat de problemen nog erger zijn geworden? Ja, zoveel problemen ook op mijn werk. Ja, bijna hebben ze me ontslagen. Dus ja, die dingen had ik niet voordat ik ging weg. Ja, je hebt iets gaan doen, dan moet je goed zien. Maar in plaats dat ik zie goed, alleen maar meer problemen. Het heeft niet geholpen. Op een gegeven moment had ik geen geld meer. In Bonuman zei, om de 3 maanden kwam je naar mij toe. Toen dacht ik, hé, dit is de periode van de kinderbijslag. Dus dan gaat mijn kinderbijslag er weer aan. Want die apoku, zogenaamd zou hij me meer geld geven. Maar nu ging hij geld van me nemen. Maar de duivel houdt van niemand hoor. Hij hoort van niemand. Hij denkt, nu is het genoeg. Ik heb je genoeg gebruikt. Ik wil je nou doden. Jezus, ik zijn man naar jou. Tussen op zijn naams, je wilt je overgeven. Wacht eens even, want er is ook nog hoop voor jou. Maar voordat je dat doet, moet je eerst die bewoner, die ex-bewoner, moet je buiten zetten. Zeg, Satan is genoeg geweest, je mag vertrekken. Jij hebt hem binnen uitgenodigd, jij moet hem weer buiten zetten. En dan moest ik naar voren gaan voor een zondagsgebed. En daar heeft de Heer mij gelijk aangeraakt en heeft mij bevrijd. Die pijn die laat mij los, mijn lichaam los. Het was net als echte winter koud is. Dat zit je op de fiets of buiten en je vinger bevroren. Je komt thuis, ga je warm water zetten. Je zet je precies zo. Ging om pijn vanaf mijn hoofd tot mijn voeten me loslaten. En ik ging alleen maar hard schreeuwen. Want die pijn die laat me los. Ik kon niet stil blijven. Ik hoor wat ze bidden, schreeuwen. Weg met vervloekt van de familie. Weg met boze machten. Laat haar los. Dat alleen hoor ik. En toen blijven die pastor en die vrouw bidden, totdat ik ben bijgekomen. Toen ik zie dat, oh, ze zeggen dat er is een God. Maar niet dat ik geloof, maar vanaf die dag heb ik respect en ik heb God met mijn hele hart aangenomen. Ik ben heel erg dankbaar, ik ben bevrijd en ik voel echt een verlichting. Echt waar, ik voel een verlichting. Dus ik kan u vertellen, meneer en mevrouw, dat het echt zo allemaal in mijn leven is gebeurd. Dus kijk naar uw leven en wees eerlijk tot uzelf en denk van nee, er is een God die voor mij een ander leven bereid is als u wil. Ik zou zeggen, kies er dan maar voor.
Hetzelfde was mij ooit eens overkomen. Dagelijks waar mijn hart van pijn moest overlopen. Maar het kwam tot een eind toen ik Jezus had aangenomen. Wat God voor mij kan doen, kan hij ook voor jou. Voel je daarom niet alleen en sta niet langer in de koude. De wereld gaat voorbij, dus accepteer Jezus gewoon. Jezus komt.